Bombini naar Bonaire. Welkom op Bonaire, aan de prachtige blauwe zee, de Caribische Zee. Ik ben Fijke. En ik ben Stefan. En wij zoeken jou. Hoi, ik ben Marnik en ik ben restaurantmanager van Sanang. En ik ga jullie laten zien wat we hier doen. Bij Sanang is de keuken oriëntaals. Zo hebben we een mooie rijsttafel met gerechten geheel uit het oriënt. We hebben een sushiboot met een variatie van sushi dat we kunnen serveren. Maar daarnaast hebben we ook nog wel lekkere snacks. Wat lekker midden op de tafel komt en wat je lekker kunt delen met z'n allen. We werken hier zowel in de bediening als in de keuken. We werken met een vrij klein team. Dus dat betekent dat we hier echt heel goed samenwerken en ook heel veel dingen samen doen. Ja, wat wij hier zoeken bij Sanang zijn enthousiaste, lekker hardwerkende mensen. Zolang je leergierig bent, kunnen we jou op de plek krijgen waar jij wil komen. Kom jij als team versterken? Kijk dan op de website naar onze openstaande vacatures. Hoi, ik ben Laura. Welkom bij Brasboer Bonaire. We staan hier in het mooiste en het beste restaurant van de Caribbean. En we gaan je vandaag laten zien wat we hier allemaal doen. Op deze prachtige locatie draaien we zowel lunch als diner. We hebben hierbij dezelfde menukaart. De keuken gebruikt zoveel mogelijk verse vis en verse producten vanuit hier uit het Caribische gebied. Ook serveren we een aantal klassieke libraïen gerechten, omdat we natuurlijk het eerste restaurant op Bonaire zijn van Johnny en Therese. We werken hier ook met een super gedreven en gemotiveerd team. We staan altijd allemaal voor elkaar klaar. Ook vinden we het leuk om elkaar kennis met elkaar te delen en nog veel zoveel mogelijk van elkaar te leren. We werken in ons restaurant met een sommelier. Daarbij hebben we ook een uitgebreide wijnkaart. We serveren de wijnen van Astrid en Therese en we serveren wijnen zowel als de oude en de nieuwe wereld. Zou je nou ook op deze mooiste plek van Bonaire willen werken? Kijk voor alle openstaande vacatures op onze website. Hoi, mijn naam is Daan en ik werk bij de leukste beachbar van de Caribische eilanden, Club Tropicana. Laatst zijn ze uitgeroepen tot de hottest beachbar van de Caribische eilanden. Dat is natuurlijk ook niet voor niks, want het is een hartstikke mooi bedrijf en een hartstikke leuke werkplek. Wanneer de gasten eigenlijk arriveren, dan worden ze gelijk hartelijk verwelkomd. Krijgen ze water op tafel, menukaart met allerlei cocktails. Ze zijn altijd lekker flexibel om natuurlijk ook cocktails buiten de kaart om te maken. Ja, je hebt natuurlijk een prachtig uitzicht op zee. We hebben een lekker vlotje waar je op kan liggen. Een lekkere poolbar waar je aan kan zitten. Daarnaast hebben we ook nog op maandag hebben we een kampvuur. Ook altijd hartstikke gezellig. En ja, voor de rest, ja, het is gewoon heerlijk om te werken. Voor meer informatie, check onze website. Hoi, ik ben Boy en ik werk in de keuken. En ik ben op zoek naar nieuwe collega's. Nou, 's ochtends beginnen we met het opstarten van de keuken. Dan zorgen we ervoor dat we al onze producten binnenkomen van de leveranciers. Dan maken we de mise en place. Van om 12 uur begint onze lunch. En ondertussen mise en place we door voor de avondgasten. Onze keuken bestaat uit de garde. Dus daar worden alle koude gerechten gemaakt. En we hebben een grote voorbereidingskeuken aan de achterkant zitten. Zodat we de kwaliteit van de gerechten ook waar kunnen maken naar de gasten toe. Ja, wij zoeken leergierige, harde werkende jongens of meisjes die het leuk vinden om helemaal wat anders te doen op een eiland. Het is een hele mooie ervaring om dat hier mee te kunnen maken. Verder kom je in een gezellig team, een hecht team, een soort van brasboerfamilie waar je hopelijk snel thuis zal voelen. Vind jij het leuk om te werken op een van de mooiste restaurants van Bonaire? Kijk dan op onze website bij openstaande vacatures.